Hoe lenig zijn jullie, jongens? Wel een vette poster. Ik wil ook zo'n poster in mijn kamer. Yo, Nintendo fans. Yo, Rickertje Army. Welkom bij een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. In de vorige aflevering is Thomas geëvolueerd in Chandler en is Wilbo geëvolueerd in een Arcanine. En dat betekent dat we eigenlijk ons volledige team hebben. Alleen zijn er misschien nog wel meer vuur-Pokémon te vangen in deze wereld. En ik ben benieuwd, welke vuur-Pokémon zou er volgens jou nog in mijn team moeten? En ja, dan moet er ook eentje uit. Dus zeg ook maar gelijk dan wie eruit moet. We hebben natuurlijk Eva, onze Vulpix, en David, onze Torkoal, nog in de bank zitten. Anyway, in deze video gaan we ook proberen onze 7e badge te halen. Maar daarvoor moeten we eerst even afrekenen met Marnie. En die wordt natuurlijk weer aangemoedigd door Team Yell. En ze is gefocust hoor. Ze is echt gefocust. Je hebt 4 Pokémon bij je. En ik begin natuurlijk met Bardo. Want Bardo moet het gaan doen in deze stad. We kunnen misschien ook nog wel wat met de fighting type move van Ronald. Maar laten we ons nu even gaan focussen op Bardo. Want Bardo is natuurlijk ook een bug type. Dus deze, ja kijk, deze moves doen lekker damage jongens. We moeten het echt van Bardo gaan hebben denk ik. Want Bardo groeit ook gelijk naar level 44. En dan komt nu Toxicroak. En dan begin ik toch een beetje te twijfelen. Oh nee, hij doet Swagger. Oh nee, we zijn confused. Dit, Swagger vind ik altijd zo naar. We zijn confused. Gaan we hem raken? Oké, we raken hem wel met Bug Bite. Dat is chill. Maar ja, die is, is not very effective. Dat dacht ik namelijk al. Laten we maar eventjes switchen naar Don. En dan krijg ik nu een Poison Jab op mijn bakkes. Dat doet nooit zo heel veel pijn op Don. En hoppakee, Toxicroak is geburnt. Laat ik even Heat Crash gaan proberen. Die move heb ik in de vorige aflevering geleerd. Kijk, Venushock, helemaal prima. Doet me ook niet zoveel. Dus even kijken of Heatcrash deze Toxicroak gaat slopen. Jawel, jawel. Lekker hoor. En dan komt de volgende en dat is een Scrafty. En dan wissel ik even naar Ronald. Ik had eigenlijk ook naar Thomas kunnen switchen natuurlijk. Dat was eigenlijk de betere keuze geweest. Maar ik dacht, ik doe even Bounce. En dan kan ik hopelijk Scrafty met een Flying type move raken. Ja, kijk, het lukt. Ja, oké. Scrafty is niet down, maar het ging wel lekker. En dan gaan we dit proberen te finishen met een Pyro Ball. Ronald krijgt ook een Swagger op zijn bakkes. Hou eens op met die Swagger, jongens. Kijk hoeveel damage ik mezelf ook gelijk doe, hè. En hoppakee, Crunch. Oh, gosh. Ja, daar is Ronald niet tegen bestand, jongens. Misschien kan Dionne het dan. Oh, dit is natuurlijk ook niet slim. Kom op, Dionne, ben je sneller? Ja, we zijn sneller. Incinerate! Pak hem! Oh, nee! Nee, hij is nog niet down. Ik dacht dat het wel zou lukken, maar gelukkig doet hij Scary Face. Oké. Als hij nu gecrunched had, dan waren wij waarschijnlijk gewoon keihard gesloopt, jongens. Oh, nee, een Hyper Potion. Hou eens op, joh. Oké, doe dan maar even Vino Shock, Dion. Kom op! Kom op! Ah, dat werkt ook niet heel goed. Hij doet weer Scary Face, dus we worden niet aangevallen. Maar ja, mijn speed gaat wel zo langzamerhand steeds wat verder naar beneden. Ja, en ondertussen is Scrafty sneller. Doet hij weer Swagger. Ach, heel mijn team wordt geconfused. Wat irritant is dit. Val hem alsjeblieft aan. Nee, Dionne valt ook er zelf aan. Ja, nu zijn we dood. Oh my gosh. Oh, we zijn nog niet dood. We zijn wel dood. Ik dacht dat we 1 HP over hadden. Oh, dit is ook helemaal niet slim trouwens. Ik gooi zomaar random Thomas eruit. Terwijl mijn tegenstander, die heeft gewoon Crunch. En met Crunch wordt Thomas in één keer gesloopt. Dus dit is totaal niet handig. Ik weet niet waarom ik kies voor Thomas. Ja, kijk, Crunch. En dan is het klaar. Ja, dit is super stom. Oké. Maar de helft van mijn team is gewoon geconfused. Het is toch nog wel moeilijk hoor, met één zo'n type. Kom op, Wilbo. Dan moet jij het maar even fixen. Hoppakee, flamethrowertje op zijn bakkes. Dan is Scrafty in ieder geval weg. En dan krijgen we nu nog te maken met een Morpeko. Wilbo groeit daarmee naar level 42. Ja, lastig battletje. Maar Dick is in ieder geval super effective. Maar Morpeko doet Sparky. En gelukkig ben ik niet paralyzed, jongens. Ja, en nu verandert hij van vorm. Ik weet niet of ik dan nog steeds super effective is. Ik denk het niet. Ja, wel. Oké. Hij verandert daarmee dus ook van type. Dus ik dacht, misschien is die move dan niet meer super effective. Dat dik. Oké. Zwaar gevechtje dit, jongens. En dan moeten we nog vechten met de broer van Marnie ook. Het wordt me allemaal niet makkelijk gemaakt. Maar ja, dat is ook zo leuk aan zo'n challenge. Een challenge moet ook een challenge zijn. Het moet ook echt een beetje moeilijk zijn. Want ja, anders dan kan je net zo goed geen challenge doen. Het is wel duidelijk dat ik nu even als allereerste naar het Pokécentrum moet. Ja, deze stad ziet er niet zo heel chill uit, hè. Dit is echt een beetje, ja, dit is een beetje in verval geraakt. Ziet er niet goed uit. Maar gelukkig staat de Pokémon Center er nog goed bij. Wil je alsjeblieft mijn Pokémon healen? Gelukkig is er in deze stad ook gewoon een hele aardige zuster Joy, hè. Dat scheelt. Iedereen ziet er hier boos uit en ja, een beetje verlep. Maar zuster Joy, ja, die ziet er nog steeds goed uit. Oké, laat me even wat itempjes kopen. Want ik kan wel even wat potions gebruiken sowieso. Ik neem ook even wat awakenings mee. Die had ik ook nog niet. En ik neem ook even wat super potions mee.
mee? Oké, ik denk dat ik er klaar voor ben. We krijgen de league card van Pierce. De gymleader natuurlijk van Spike Mud City. En we moeten ons uniformpje aan. Want de gym challenge die begint gewoon hier. Kom maar, vriendelijke vrienden van Team Yell. Ik ben er klaar voor. Ik heb mijn Bardo bij me. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb er alle vertrouwen in dat we Pokémon zoals Linoon keihard gaan slopen. Ja, helaas is hij wel sneller. Die Linoon is wel sneller. Dat is wel een beetje balen. Hoppakee, maar we maken hem wel kapot, jongens. Bug bite op zijn bakkes. En dat was het al voor deze gast. Krijgt hij dan nog hulp? Ja, maar nu nog niet. Ze rennen eerst weer weg. Team Yell rent altijd weg. Let's go! Jullie staan daar te chillen? Mr. Mime staat hier helemaal keihard te chillen. Ik wil teruglopen, maar dat mag niet. Want nu komt het vrouwtje ons lastigvallen. En die komt met een Tevil. Het zou denk ik ook echt een challenge zijn om een Dark-type challenge te doen. Om alleen maar Dark-type Pokémon te mogen gebruiken. Ik denk serieus dat dat nog veel moeilijker is dan een Fire-type challenge. Hoppakee, bugbite-je. Dikke doei, Tevil. Het is alleen jammer dat Bardo net niet snel genoeg is. Als ik nou elke keer gewoon de eerste move mocht doen, dan zou het nog beter gaan. Want dan zouden we helemaal geen damage pakken. Geef Bardo gewoon elke keer een super potion nadat we hebben gebattled. Omdat, waarom niet? We hebben toch genoeg geld. Oh snap, oké. Jullie maken gewoon salto's? Oké, jullie zijn nog best wel lenig. Dat had ik niet verwacht hoor. Oh snap, een Scrafty. Oh nee, dit vind ik... De Scrafties die zijn heel hinderlijk. Dan is het misschien denk ik handiger om gewoon Flame Wheel te gaan proberen. Kom op. Ja nee, Scrafties die zijn moeilijk. Een Brick Break op mijn bakkes is natuurlijk niet super effectief. Dat is chill. We hebben geen super effective move op Scrafty als we met Bardo spelen. Dus dat is wel lastiger. Gelukkig is deze niet zo slim als Marnie. Want Marnie ging veel beter met de Scrafty, hoor. Die gooide Swagger op mijn bakkes en zo. Dat was een veel groter probleem. Deze gast wil alleen maar aanvallen. Hoppa! Kijk, Bardo, Thomas en Ronald. Alle drie een level omhoog. En Ronald die is gewoon al bijna level 50, jongens. Die is level 48. Ja, jongens. Ga maar weer rennen. Rennen. Wegwezen. Even de itempie. Oh, Max Revive. Dat is lekker om te hebben, een Max Revive. En door naar de volgende chop. Oh, Mr. Mime staat er alweer. Nou, laten we maar even teruglopen. Hoe lenig zijn jullie, jongens? Wel een vette poster. Ik wil ook zo'n poster in mijn kamer. Een Weevil. Nou, dat is het ijs-Pokémon. Dus dat vind ik helemaal goed. Tenminste, helemaal goed. Dat vind ik half goed. Jullie hebben gezien hoe het ging tegen die Lapras, jongens. Oh, wacht. Of is Weevil steel? Ik dacht altijd... Weevil is toch ijs? Maar is die ijs en... Steel. Nee, dat geloof ik niet. Nou ja, het maakt allemaal niet uit, want we verslaan hem gewoon heel easy eigenlijk. Doorgaan naar level 46, Dionne naar level 45. En dat is de volgende die down gaat. Het gaat op zich wel lekker tot nu toe, jongens. Oké, volgens mij moeten we nog één keer vechten. Alleen hier nog. En we worden ingesloten. Kunnen jullie niet alleen, jongens? Oh, een duo battle nog even. Oké. Let's go. Let's do this. Dionne mag even beginnen met Incinerate. Dat doet lekker veel damage op. Nou, vooral op Leapard. Op Drapion valt het wel mee. Dionne krijgt Assurance op de hoofd en Drapion doet Toxic Spikes. Volgens mij zorgt dat voor poison voor iedereen die in het team komt. Maar ik ga het toch fixen met deze twee. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hoppa. Leopard was easy. Maar Drapion is wel een wat betere Pokémon. Ik ga gewoon weer even voor Dragon Pulse. Die move ziet er zo vet uit. Doet ook best wel lekker wat damage. Dus dat is helemaal top. Drapion doet nog even een poison vengetje. En Bardo mag het dan even af gaan maken met zijn Flame Wheel. Ja hoor, doei doei Drapion. Oké, dit gaat tot nu toe allemaal goed. Ik ben benieuwd of de battle tegen Pierce straks ook zo goed gaat. Mag ik het door, vrienden? Want ik ben onderweg naar Pierce, kom op. Uit de weg, aan de kant. Kijk, Pierce is nog even bezig met zijn concertje. Let's go. Stop maar met zingen, vriend. Het is tijd voor een battle. Yes, kijk, daar ben je. Ben je klaar? Ben je klaar? Gaan we dit doen? Ga ik de 7e badge pakken van jou, Pierce? Ja, oké. Hij is weer aan. Ik ben benieuwd met welke Pokémon hij allemaal gaat komen, jongens. Of hij een trucje... heeft. Want wij... Ja, dat dacht ik al. Ik dacht al dat hij zou beginnen met Scrafty. Ik had al zo'n voorgevoel. Ik denk, hij gaat vast niet met een volledige Dark-type beginnen. Nou, dan moeten we maar hopen dat een paar keer Flame Wheel genoeg is. Oké, Payback gaat hij doen? Ja, dat is niet zo heel chill. Oké, ik ga even wisselen. Ik heb Bardo straks nog nodig. Ik ga even wisselen naar Wilbo, jongens. Kijk, hij doet nu Payback. Nu doet het, als het goed is, niet zo heel veel damage, want ik heb hem niet geraakt. Go Wilbo, Flamethrower! Hoeveel pijn doet het? Ja, het doet niet zoveel pijn, jongens. Hij blijft maar met die Payback. Back aan de gang. Ja, dit gaat denk ik niet goed aflopen voor Wilbo. Ik moet hem gaan finishen. Dus ik ga nu switchen naar Ronald. Ervan uitgaande dat hij nu toch weer Payback doet. Oh, je begint nu opeens met Brick Break. Oké. Ik moet hem finishen, jongens. Gaan we voor Bounce of gaan we... Ik ga gewoon voor Pyro Ball. Let's go. Let's do Pyro Ball. Mijn sterkste aanval. Kom op.
Finish hem! Ja, oké, lekker. Scrafty is down. Dit was al sowieso een lastig begin. Met Scrafties heb ik de hele tijd een klein beetje moeite. Bardo en Wilbo gaan beide omhoog. En Bardo wil crunch leren. Dat is super nice, want dat is een betere variant van Bite. Dus dat gaan we sowieso even doen. En dan nu, Malamar. Dan gaan we toch weer even terug switchen naar Bardo. En dan hoop ik maar dat hij nog genoeg HP over heeft. Let's go, Bardo. Bug Bite. Je bent sowieso sneller dan Malamar. Malamar is trouwens ook een baas, jongen. Oké, dit ging lekker. Ja, maar ik vind Malamar wel cool, hè? Ondanks dat we hem nu gewoon in één klap verslagen hebben, vind ik het wel vet. Obstagoon. Hopelijk gaat dat ook geen probleem opleveren. Obstagoon verwacht ik wel dat hij iets betere defense heeft dan Malamar. Ja, dit is een mooi teampie, jongen. Pierce en Obstagoon. Nou, hij gaat even helemaal los. Hij gaat nog even een liedje zingen. Oeh, throw chop. Man, een critical hit. Dat was unexpected. Oké, Ronald, kom op. Ik weet niet zo goed wie ik in moet zetten. Ik durf Thomas niet zo in te zetten. Omdat hij wordt gelijk gesloopt als hij een dark type move op zijn bakkers krijgt. Dus laten we maar gewoon voor Pyro Ball gaan. Ja, Obstagoon is bijna down. Ik ben benieuwd hoeveel pijn die throw chop doet. Oké, dan overleven dit wel. Nog een keer een Pyro Ball. En dan is het ook klaar voor Obstagoon. Dan hebben we nog één Pokémon te gaan. Obstagoon is ook weg. Skuntank. Oké, laten we dit gaan proberen te fixen met Don. Don kan wel wat poison type moves hebben. Dat doet Don niet zo heel veel. Onze steenman. Hoppa. Daar is hij. Ik denk wel dat dit moet gaan lukken. Hij gaat in ieder geval voor Sucker Punch, zag ik net volgens mij. Oh, hij gaat voor Toxic. Oké, hij gaat me eerst even lekker poisonen. Dat is op zich een slimme move. Dat zou ik ook kunnen bedenken om dat te doen. Want die poison wordt natuurlijk steeds erger, want het is badly poisoned. Oké, maar twee keer Heat Crash moet wel gaan lukken. Ja, dit is in de pocket, jongens. De zevende badge is in de pocket. Hier gaat niet zo heel veel meer mis. Sterker nog, hier gaat helemaal niks meer mis, want Pierce lijkt het op te geven. Hij doet Screech. Ik snap niet waarom. Ik begrijp er niks van een gymleader die Screech gaat doen. En het is klaar. Het is helemaal klaar. Skuntank is down. En we hebben de zevende badge. Oh, lekker hoor dit. Hoppa. Drie mannetjes level up. Nou ja, twee mannetjes en één vrouwtje level up. En het is gefixt. We hebben de zevende badge binnen. Pierce, kom maar. Kom met de hand maar schudden. Nou, hij leek heel erg teleurgesteld in zichzelf. Maar het geeft niks meer. Ik ben sowieso trots. Ik bedoel, jij gebruikt één type Pokémon. Ik doe dat ook. Ik heb respect voor jou dat je niet Dynamaxed. Weet je? Ik heb respect voor jou, man. Ik vind je een toffe gozer. Maar dankjewel voor je badge, Pierce. En dat betekent inderdaad nog één badge te gaan. En nu is het natuurlijk de beurt aan Marnie. Marnie moet ook even deze badge gaan halen. En daarvoor moet ze gewoon winnen van de broer. Maar dat gaat ze doen. Marnie is ook een baas in. Ondertussen een gigantische explosie. We weten wat dat betekent. We moeten naar route 9. Ja, kijk, nog een keer gigantische explosie. Waar Leon, die staat natuurlijk hier. Leon, die gaat het allemaal handelen. Want er zijn wilde Pokémon gedynamaxed. En Leon is natuurlijk de Pokémon kampioen. Dus hij mag lekker op gaan lossen. Ja, nog een keer. Ja, ga nou maar, Leon. Je moet even wat doen aan die explosies. En in de volgende aflevering gaan wij natuurlijk Leon achterna. En gaan we onderweg naar onze achtste badge. Dan hebben we alle badges binnen. En dan kunnen we langzaamaan misschien de game gaan uitspelen. Laat even weten welke Pokémon jij vindt dat er nog in mijn team moet. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickettune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!